gemeenteraad van Druten heerste donderdagavond verwarring over de sfeerverhogende maatregelen voor de markt in Druten. Oppositielid Haji Aslan heeft al eerder navraag gedaan over deze plannen die nergens genoteerd lijken te zijn. Een Drutenaar die direct aan de markt woont vertelt... Normaal, het is meer een parkeerplaats. Het was bedoeld voor evenementen en zo. Dan is het mooi voor kermis en zo is het mooi. Maar voor parkeerplaatsen er staan heel veel auto's geparkeerd. En er werd achter in die hoek werd in drugs gehandeld. En dus de jeugd was hier aan het crossen met auto's. Zo hard mogelijk remmen en dan rondslingeren en zo. En een herrie dat er maakt. Er zijn inmiddels camera's opgehangen waardoor de overlast is afgenomen. Maar de Drutenaren vinden het plein nog wel vrij kaal. Er is met name animo voor kunst. Wij wonen hier nu al 21 jaar. Dus vroeger had hier een molen gestaan, hè? Heel vroeger. Want als ze iets veranderen willen, dan moeten ze een molen erachterin zetten. Maar een kleintje, miniatuur. Een kunstwerkje erbij, ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja, ja. Op de vraag of er andere dingen aan het plein veranderd moeten worden, bijvoorbeeld meer groen of een fonteintje, antwoordt de bewoner. Nee, het is goed zo.